welkom en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Rimmelos. Ja, we zijn er een poosje uit geweest, maar gelukkig zijn we weer terug in het nieuwe seizoen. Nou, ik zeg dus al een nieuw seizoen, dus een nieuwe presentatrice. Patricia is er jammer genoeg mee gestopt, maar voor haar in de plaats hebben we dus nu Lydia Bos. Hey Lydia. Hoi. Hey. Ik ga je niet te veel vragen stellen, maar één vraagje wil ik wel van je weten. Of je er veel zin in hebt. Ik heb er heel erg veel zin in. Mooi. Nou, dan mag jij aan de kijkers uitleggen wat we gaan doen vandaag. En kondig de onderwerpen maar aan. Succes. Bedankt. Oké, we gaan beginnen met de band Merg en Been. En natuurlijk hebben we ook de groetjes en de antigroetjes en de prijsvraag. Maar nu gaan we mee met Peter Anna naar het onderwerp. En het is parachutespringen. Dit is waar je in komt te zitten. Ja? Er zitten vier haken waarin je vast komt te zitten aan de mainlift webbing van de hoofdparachute. Ja? Deze twee haken. Er gaat een borgpin doorheen. Dat betekent op het moment dat jij met je gewicht eraan komt hangen, krijg je van zijn levensdagen niet meer los. Nee. Pas als de spanning er helemaal af is, als we geland zijn, dan kan ik hem weer losmaken. Elke haak afzonderlijk kan 1000 kilo hebben. Dus dat is ruim voldoende, denk ik. Ja, ik denk het wel. 83 kilo van jou. Ja? Dan hebben we hier aan de zijkant nog twee haken zitten, aan elke kant. Die komen bij mij hier aan de zijkant vast aan de parachute. Die dienen ervoor dat je in de vrije val niet onder me kan wegschuiven. Dat je er mooi strak onder blijft liggen. En blijf ik onder u of kom ik boven? Je blijft onder. Nee, onder. Want ik heb de hoofdparachute heb ik op mijn rug zitten. Oh ja. Ja? Ja. Goed, ik heb de parachute op mijn rug. Die parachute moet vrij weg kunnen. Die kan alleen maar vrij weg als wij keurig netjes op ons buik naar beneden vallen. Ja. Ja, zouden we op onze rug vallen, dan zou de suite openen, zou die zich om ons heen vouwen. Dat werkt niet. Ja, zonder keurig op ons buik naar beneden. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Als ik een schotel heb van een koppen schotel en ik zou hem loslaten, met welke kant zou die denk je naar beneden vallen? Met de bolle kant of met de holle kant? Dan zou die zo naar beneden vallen of zou die zo naar beneden vallen? Ik denk met de bolle kant. De bolle kant inderdaad. Het zwaartepunt zal altijd naar beneden gaan. Ja? Nou, wat gaan wij nou doen om hetzelfde effect te bereiken? We gaan ons hol trekken. Ja. Ja? Dat betekent voor jou een chronologische volgorde. Je hoofd en je nek. Je armen naar binnen. Als ik zeg armen naar binnen, dan pak je hier tussendoor beet. Zo. En je ellebogen naar achteren. En je hoofd en je nek. Ja? Ja. Oké. Dan voel je al dat je je rug al een beetje hol maakt. Ja? Oké, ontspan maar. Dan je bekken naar voren duwen. Ja? En dan het belangrijkste, je benen tegen elkaar, tussen mijn benen door, op mijn kont. Ja. Ja? Je mag me vandaag twee keer schoppen. Wel heel bewust. Ja? Doen we zo met oefenen en straks boven in de lucht. Peter aan het les is, gaan wij kijken naar de band Merg en Been. De gitarist komt uit Spakenburg en de rest van de bandleden komen uit Den Haag. De zee ruist zacht. Stilte van de nacht. Ik luister naar de wind. Zij fluistert en ik vind wat ik zoek. Het verhaal van een boek wat nog geschreven moet worden. De eerste keer hij haar zag, was toen ze kwam koken voor hem en zijn huisgenoten. Hij herinnert zich haar ringen en haar lach en heeft toen voor zichzelf besloten om haar nooit meer te laten gaan. Het is de eerste volgende keer dat hij ziet, zegt hij tegen haar, ik hoor
dat jij mij wel mag. Dat komt goed uit, zegt hij met een glimlach. Want als ik naar jou kijk, dan is de hemel binnen handbereik. Een jaar lang waren zij, ja, zij in de hoge sferen. Steeds dieper dalen, ze lieten elkaar niet vrij. We moesten daarvoor een prijs betalen. Met pijn en verdriet. En dat is dan moeilijk als je elkaar soms nog ziet. Maar in de tussentijd hadden ze allebei zo'n spijt. Dat het mis was gelopen. En als zij hem weer zag, dan wist ze stiekem dat hij dacht dat hij nog mocht hopen. Oh. Maar die avond was de zonsondergang zo mooi, als die nog nooit was geweest. Zo mooi dat hij alle pijn geneest. Wel mag. Dat komt goed uit, zegt ze met een glimlach. Maar als ik naar jou kijk, dan is de hemel binnen handbereik. Vandaag de dag zitten ze op het strand. Met z'n tweeën. Als je ze ziet, moet je ze niet storen. Want ze luisteren naar de zee. Naar de zee. Naar de zee. Naar de zee. Heeft u ook wel eens gehad dat iemand totaal niet meer durfde? Ja. En wat doet u dan? Ja, nee, dat komt voor. Wat ik in het begin al zei, van het is griezelig om uit een vliegtuig te springen. Op een gegeven moment dan gaat er een deur open en dan begint het te waaien. En dan kijk je naar beneden en dan denk je, ja, dit is niks voor mij, dit doe ik niet. En het fabeltje gaat dat je er dan uitgeschopt wordt. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Wat er dan gebeurt is dat het vliegtuig gewoon weer landt. En diegene stapt gewoon beneden op de grond weer uit. En de rest van de mensen gaan daarna met het vliegtuig weer omhoog en springen er wel uit. Bij een minuut vrije val, hoeveel kilometer ben je dan al naar beneden gevallen? Als het goed is, val je dan iets van 3 kilometer naar beneden. In een korte tijd dus. Ja. Worden er ook wedstrijden gehouden met parachute springen? Ja, er zijn verschillende disciplines. Wat gebeurt zijn precisiesprongen. Dus dan wordt er van tevoren een plek aangewezen. En dan probeert iedereen zo dicht mogelijk daarbij te landen. Dus zo kort mogelijke afstand. Wat ook gebeurt, dat is met teams van 4 of van 8 mensen. Waarbij je tegelijkertijd het vliegtuig uitgaat en allerlei voorgeschreven figuren moet gaan vormen. Dus je moet elkaar vastpakken bij armen en benen. En nou, degene die dat in 35 seconden zoveel mogelijk doet, die wint. Als we hier zitten, zijn deze banden loeistrak aangetrokken. Ja. Ja, zijn we gewoon één persoon eigenlijk. Ja. Eerst gaat Sjaak, de cameraman, die gaat naar buiten. Die gaat op het uiterste puntje staan. Ja. Als die buiten staat, schuif een klein beetje naar de deur toe. Dan zet ik mijn voet naast die van Sjaak. Ja? Als mijn voet buiten staat, mag jij de jouwe naast die van mij neerzetten. Ik zal je vasthouden, je kan hier vallen. Oké, goed, straks tweede die van mij aan.
Oké. Dan gaan we verder naar buiten toe. Ja? Je andere, voet ernaast zetten. Naast zo? Ja, gewoon naast die van jou. Kom je gewoon bij mij op schoot zitten. Oh, ja. Als je hier bent, dan doe je je armen naar binnen. Dus hier tussendoor bij het pakken. Ja, dus schouw als je buiten bent, armen naar binnen. Ja. Hoofd in je nek. Ja? Je rug al een beetje hol maken. Oké. Okay. Dan ga ik aftellen voor de cameraman. Ready, set, go. En we gaan eruit. Nou, ik ben er klaar voor. Nou, gaan jullie in de tussentijd tijd maar kijken naar de groetjes en de antigroetjes. Die zijn opgenomen op de kermis. Nou, ik ga er vandoor, ik ga de lucht in. En ja, even kijken of ik durf om te springen. Doei. Mag ik misschien wat vragen? Zou je misschien aan iemand een groeten willen doen? Of absoluut niet. Ik kan niet praten. Oh, jij misschien? Ja, aan Annelies Blokhuis. Ik wil de groeten wel doen aan mijn moeder. Maar ze is vandaag niet thuis, want ze is naar de markt. Maar ik wil graag, ja... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Marjolein uit Katwijk. Oké, okay, bedankt. Ja, wat wil je doen? Kun je dat? Ja. Aan wie? Ja, jij. Ja. Aan mij? Ja, bij je gekoos. Ja, ja. Niet aan mij? Ja, bij mij, ja. Oké, bedankt. Zou je misschien aan iemand de groeten willen doen of absoluut niet? Jawel, ik wil de groeten doen aan Johan, want die is nu op vakantie en dat is mijn vriend. Oh, hoe lang is hij op vakantie? Hij is nu een week op vakantie, maar ik heb hem al 2 weken niet meer gezien. Ah. Hoe lang heb je al verkering met hem? 6 september een jaar. Ware liefde? Natuurlijk. Oké, klaar hoor. Ik ga met hem trouwen. Ja, oké, dat is nu vastgelegd. Ik wil niet de groeten doen aan mijn tante. Waarom niet? Omdat het zo vervelend is. Hoe bedoel je vervelend? Ja, die krijg ik heel veel, als ik ben logeren, krijg ik heel veel straf. Van Essen. Ja, van Essen. Leonie van Essen. Ik doe de groetje aan Teun. Welke Teun? Teun van der Los. Ik wil de groeten aan Perry. Ik heb een enkel aan Ronald. De groeten aan mijn moeder en aan de familie. Zou je misschien aan iemand de groeten willen doen of absoluut niet? Ik ben aan haar. Aan haar. Aan zij. Colby. Oh. Ja, gewoon een vraagje. Ik wil de groeten doen aan mijn vriend Mustafa. Doe maar Linda Bast. De gasthuis weg. Ja. Waarom aan haar? Ja, daar wel een mooi vrouwtje. Ik zie hem nog niet hoor, dus laten we maar beginnen met de prijsvraag. De vraag is, wat voor een sprong maakt Peter Anne? Ik geef jullie 1 tip erbij, het heeft te maken met de fiets. Jullie kunnen een muziekbon winnen van 25 gulden. Stuur dus de oplossing op naar de Los of gooi hem door de brievenbus. Thank you.
Hey Peter, kom zo maar samen. Hey, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, dat was wat. Ah, ik raad iedereen een keer aan om dat te gaan doen, echt waar. Kan je resetten? Oh, zo lekker. Je vrije val, joh. Je weet niet wat je gebeurt. Echt waar. Lilia, doe jij even de prijsvraag? Ik heb niks meer te zeggen. Oh, die heeft ze al gedaan. Nou, ik kan alleen nog maar afsluiten. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer dan maar weer. En ik hoop dat jullie dan allemaal weer kijken. Aju. Make it! Vandaag is het 2 oktober en het is dan weer bijna Dierendag. We zijn hier in het Heiden om een programma te maken over dieren en wel hele speciale dieren. Dus gruzel maar even mee. Nou, daar sta ik hier dan, omgeven door allemaal slangen. Veel mensen weten er weinig van af. Daarom sta ik hier naast Jacob. Die weet ons er iets over te vertellen en hij verkoopt ze ook. Jacob, hoe is het gekomen dat je zo geïnteresseerd geraakt bent in slangen? Dat is gekomen door een vriend van me. Die heeft me een keer meegenomen naar een beurs. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Zo ben je er een beetje eigenlijk toch wel een beetje aan verslaafd geraakt? Ja, eigenlijk wel, ja. Hey, zijn er veel mensen die deze dieren als huisdier hebben? Ja, dat denk ik wel. Ik denk heel veel zelfs. Ja, want je komt er toch niet echt vrij veel tegen. Wat moet je nou eigenlijk doen als je zo'n huisdier hebt? Ja, een mooi terrarium. Groot genoeg. Goede verlichting erin. Warmte. Warmte is dat belangrijk? Warmte is belangrijk voor een beest, want het komt uit de tropen. Ja. Uit de warme gebieden dus. Uit welke landen komen ze nou, in ieder geval die je nu in je hand hebt, waar komt die vandaan? Ik dacht Zuid-Amerika. Als ik nou bijvoorbeeld een slang aan wil schaffen, met welke slang kan ik dan het beste beginnen? Ik neem niet aan met een boa of zoiets. Zou ik niet gelijk adviseren, nee. Ik zou om te beginnen een turnover soortje, die wordt zo'n beetje tussen de 80 en 1,20 meter. Een elave is heel mooi om te beginnen, ze zijn lekker rustig, niet zo bijterig. Ja, en voor de rest, ja. Zijn slangen, zijn die nou gemeen of valt het best wel mee? Want ja, kijk, ze worden toch een beetje gezien door de mensen als enge dieren. Maar zijn ze dat nou ook daadwerkelijk? Nee, het zijn geen enge dieren, dat beslist niet. Ze hebben een beetje een enge kop, ze kunnen je een beetje eng aankijken. Ja, ik denk de meeste mensen zijn bang voor de snelheid van de slang. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt het zien. Ja, want een slang die wandelt natuurlijk niet, maar ze kruipen. Maar wat is ongeveer, die slang die je nu in je hand hebt, wat is zo'n beetje de gemiddelde snelheid van zo'n slang door een veld heen? Moet ik schatten. Zou ik zo niet weten. Ik denk een kilometertje 20, 30. Maar het is meer een, als er een prooi voor hun zit, die wachten ze gewoon echt af. En dan is het gewoon supersnel. Zo'n slang, als hij in de wildernis leeft, hoe vangt zo'n slang nou zo'n prooi? Hij wacht zijn prooi af. Hij gaat in een houding zitten. Hij ziet hem niet. Hij voelt hem door middel van zijn tong. Hoe bedoel je met hij ziet hem niet? Hij heeft toch een paar ogen in zijn hoofd? Ja, bijna alle slangen zien zeer, echt heel slecht. En dat voelen ze allemaal met hun tong. Zowel de warmte als het geluid. Dat vangen ze allemaal op met hun tong. Hoe pak je nou eigenlijk zo'n slang op? Is daar een speciale handeling voor? Een slang benadruk, tenminste ik denk de meeste mensen wel, altijd van achter. Je pakt hem achter zijn hoofd, ongeveer een centimeter of 30 achter zijn hoofd. En dan ondersteun je hem, terwijl hij de bak uitkomt, ongeveer na elke halve meter. Dat hij niet het gevoel heeft dat hij kan vallen. En waarom pak je hem eigenlijk achter zijn hoofd? Waarom niet in midden? Nou, als je in zijn territorium komt, als hij in zo'n terrarium zit, dat is zijn territorium. Dus dan benader je hem eigenlijk nooit van voren. Want dat zal hij gaan verdedigen.
slangen die je hier hebt, zijn die giftig? En ben je er wel eens door gebeten? Ze zijn absoluut niet giftig. Daar hou ik niet van. Want ik ben er niet bang voor, dus ik word een keer gebeten, sowieso. Dus dat doe ik niet. En ik ben wel eens gebeten, ja. Doet dat zeer? Of hoe voelt dat in ieder geval? Het doet niet zeer. Je hebt het niet eens in de gaten. Het gaat zo snel. Wat kost nou een slang als je die gaat aanschaffen? Dat is heel verschillend. Als je een tanoversoort hebt, die visetertjes, dan praat je over ja, tussen de 55 en 100 gulden, denk ik. Schaf je zo een aan, zo'n boa, dan zit je ja, op deze lengte zo'n beetje tussen de 400 en 600 gulden. En wat eet nou een slang? Deze slang eet ratten. En die hebben jullie hier ook allemaal? In diepvries. Hoe oud kan zo'n boa, of anders gezegd zo'n wurgslang die je nou in je handen hebt, hoe oud kan die worden? Deze wordt plusminus een jaar of 8, denk ik. En hoe lang wordt ongeveer zo'n wurgslang? Deze is nu, ik schat zo'n beetje 1,5 meter, maar hij kan tussen de 2 en 4 meter kan die worden. Nou, ik hoop dat je iets meer weet over slangen. En als je er eentje aanschaft, dan zou ik in ieder geval er heel erg goed over nadenken. En laat je in ieder geval goed adviseren.